Dit is ballet. Dadelijk. Ja. Twee kwamen. Ja. Ja, mooi. Ja, dit is ballet. Ja, ballet. Hey, gotcha. Synchroon beauty. Ja, perfect. Twee beesten dat hebben met elkaar. Kijk dan, deur dan. Ja. Prachtig, hè? Sneeuwen. Oef, die staat. Wat was dat? Ah! Ah! Ja, dat zou nog kunnen, hoor. Ja, dit is ballet. Nou, twee losgaan. Ja. Ja. Ja, ik zeg het maar niet meer. Ik ga beelden maken van die kant van de cel en dan kun je ook de beamer erop zetten. Als dat beeldje op dezelfde horizon Een dag van 480 uur. Een kunstwerk gemaakt op Antarctica door kunstenaar Fred Ros. Het is een van de blikvangers op de kunstrij die vandaag zijn deuren heeft geopend voor het publiek. Ros, bekend door zijn luchtfoto's van de Wadden, arrangeerde meegenomen foto's op het ijs en in het water en fotografeerde het resultaat. Rudy Bauma en Annefien van Uggelen doen verslag. Het werk ligt op Antarctica en de omgeving bepaalt hoe het werk daar ligt. Dus Antarctica is de lijst van de foto. Dus hier heb ik een foto van het Rijksmuseum gemaakt. En die foto heb ik opgehangen of neergelegd onder water met een grauwige dag. En ik heb die Westerse bibliotheek meegenomen en op Antarctica neergelegd. En dit drijft ongeveer 40, 50 centimeter onder water. Onder water. Je eigen kunst gebruiken weer voor nieuwe kunst. Dat vind ik wel erg mooi. Dat noemen ze wel eens het Drosten-effect. Maar het Drosten-effect is eigenlijk maar, zeg maar een foto maken van een foto in een foto. Dus jezelf daarin terugzien. Maar ik vind juist het mooie eraan dat je met verschillende media dat belicht. Dus dat je daardoor hele nieuwe dingen, hele nieuwe ervaringen krijgt. Toeristen aan het denken te zetten, maakte kunstenaar Fred Ros de tentoonstelling 100 voet boven het wad. De Wadden vanuit de lucht gezien, als één planeet die voortdurend van gedaante verandert. Veel gereken en gepuzzel ging eraan vooraf. De zon moest op 12 uur het hoogste punt staan. Het water moest allemaal uit het wad zijn. Daarom moest het oostacht zijn. En dan heb je de mooiste structuur van je leven die je kunt bedenken. Ook op het wad zelf staan twee grote fotocollages. Op de Schelling werd mijn werk op het Groene Strand vernield. En toen had ik zoiets van, nou, dan ga ik een tentoonstelling maken op Antarctica. En wij gingen daar naartoe. En toen hoorden we wat gegil achter ons. En toen zeiden ze, oh die shit, die gaan eraan. Er kwamen twee gigantische bultrugwalvissen. En die dingen, die waren maar een paar meter van ons vandaan. Die dingen zijn 30 meter lang. Nou, dat is gewoon... En die komen omhoog naar beneden en het zuigt water op en dat geluid. En ik sta daar in mijn bootje, want ik denk, oh, die moet ik filmen of fotograferen. Maar ik was ook met mijn doek bezig. En als dat doek, als je dat één seconde uit het oog verliest, heeft het een andere vorm. Dus je was continu bezig van of die walvissen, of die bultrugwalvissen, of het beeld. En toch zijn er hele mooie beelden uit ontstaan. Hij spoot een keer lucht onder een ijsvlakte. Zag je toen dat hele ding opborrelen? Nou, ik denk... Dat is echt, echt niet te geloven.
Gisteren bekeken we de oogst aan beelden die we maakten tussen de ijsbergen. De reacties hebben een verschillende toonaarde. Alsof de sneeuw braakt. Het lijkt plakwerk, gescheurd papier, applicatie. Dit heeft toch niks meer met een foto te maken. Net een bips van een sumo-worstelaar. Een hoerentent met lichtjes. Een bovenaards vaartuig dat van buiten komt denderen. Je hoeft er zo weinig voor te doen. Alleen je camera klaar te houden. Nee, ik zou het nooit meer doen. Nee, we hebben ook met rubberbootjes van. Want je moet voorstellen, je hebt ijsschotsen van 20, 30, 40 meter hoog. Maar die zijn dus 10 keer dieper. Dus die zijn gewoon misschien 300 meter diep. En zo'n ding kan kantelen. Dus wij waren ook op een gegeven moment aan het varen tussen die ijsschotsen. Maar op een gegeven moment ben je de weg kwijt. En dan denk je, nou, ik pak wel. Oh ja, dat is de laatste ijsschot. Maar die dingen gaan 3, 4 knopen per uur. En als die tegen elkaar aan kletsen, dan betekent het gewoon dat je hartstikke dood bent. Maar dat realiseer je allemaal niet. Het bijzonderste was natuurlijk dat het nooit donker werd. Dat is één. Dus we hebben 24 dagen alleen maar licht gehad. Nou, dat maak je nooit mee in je leven. Nou, dan heb je bijvoorbeeld hier de zon. En nou gaat die onder, het is 4 uur 's nachts, dus het is nu nacht. En dan gaat hij hier in één keer weer ergens op. Dat is gewoon zo bizar. Ik denk dat licht het allerbelangrijkste is voor mij. Dat is altijd al geweest. Monet wilde heel graag het licht schilderen. En vooral de ervaring van het licht. En ik vind dat dit zo ontzettend schilderachtig is afgedrukt. Ik denk wel dat als Monet deze techniek kon beheersen, dat hij niet meer was gaan schilderen. Dan had hij dit gemaakt. Dat denk ik wel. Ja, absoluut. Hij is wel speciaal dit, of niet? Dick, mooi of niet? Heb ik gemaakt? Maar dan zitten er bij de zwemmen ze onder me door hier. Nou, dit heb ik heel veel gefilmd. Maar het is toch waanzinnig dat je nog geen 24 uur daarna kijk je naar de beelden van de beelden op het zeil van de boot.